Goedemorgen kinderen in de wereld, ik ben Samuel Heijnen. Ik ga over de mieren vertellen. Kijk eens, hier is een mierenhoofd. En dat ga ik natuurlijk laten zien met een stokje in de mierenhoofd te gooien. Niet te gooien, maar even te... Zo. Kijk eens, hier zijn allemaal mieren. Probeer er eentje om te hebben. Kijk eens. Hier laat ik jou. En mieren, die zijn hele goede organiseerders. Heel erg goed georganiseerd. En dat is ook zo, omdat ze maken hun huis zelf. Of ze vinden natuurlijk een gaatje. En zoals je ziet, dit is echt heel erg mooi gemaakt. En mieren zijn echt heel interessant. Ze kunnen een vechter zijn, een helper zijn, en de moeder van iedereen, dat is de koningin. Ik hoop dat ik geen popje stap, omdat hier zijn heel veel konijnenkotels. En nu zijn ze hier opgeklommen, omdat ze denken dat ik daar nog ben. Sommige mieren, alle mieren, die hebben een spray, zodat ze langs de dorens kunnen lopen. Hier. En natuurlijk... Nee! Nee. De mieren kunnen ook een spray langs de grond, bijvoorbeeld parfum, kunnen ze langs de grond doen en helemaal iets, een rijtje maken. En de andere mieren gaan dat volgen, natuurlijk. Omdat ze ruiken dat en ze voelen dat met zijn antennes, omdat ze hebben geen oren. Ze hebben antennes. Hun hebben 6 poten. 2. En sommigen die kunnen een vlot maken. Hoe? Omdat ze... Sommige mieren die maken een onderkant van een vlot. Die gaan zo liggen. En de anderen die gaan daar natuurlijk op lopen. Dus hierop lopen. Maar dat zijn de vuurmieren. Dit zijn houtmieren. Dat weet ik. En mieren zijn echt heel erg interessant. En alsjeblieft, nooit een mier aanraken als het eentje een rode mier is. Omdat rode mieren die doen echt heel erg pijn. En ook de vuurmieren. Kinderen in de wereld. Kusjes van Samuel Heijnen.